zojuist geopend door wethouder Stoffels, de Kuikse tuin. Hier in de Heeswijkse Kampen is een mooie Kuikse tuin herrezen. Een speelparadijs voor kinderen. Het ziet er geweldig uit. Kinderen kunnen hier schommelen, glijden, rennen. Er is een prachtig insectenhotel aangelegd. En het loopt werkelijk helemaal door naar achter. En het is nog niet eens klaar. Want ik heb begrepen dat het nog verder gaat. Het blijft nog jaren doorgaan, zodat de kinderen hier in de Heeswijkse Kampen ontzettend vrij en blij kunnen spelen. Kijkt u naar een verslag wat Piet voor u maakte? Allemaal van harte welkom ook namens het gemeentebestuur. Harte welkom hier in de Kuikse tuin. Een tuin met een lange, indrukwekkende voorgeschiedenis. Een uniek en bijzonder project. Een uniek park, mag ik maar zeggen. Niet alleen vanwege de invulling ervan. Het ziet er echt fantastisch uit. Maar vooral vanwege de wijze waarop deze schitterende plek in onze openbare ruimte tot stand is gekomen. En misschien weet u wel, dames en heren, dat Kuik dit najaar is gestart met het burgerberaad, openbare ruimte Kuik. En met dit traject willen we burgers nog directer betrekken bij hun leefomgeving. De centrale vraag bij het burgerberaad zijn: wat vindt u belangrijk in de openbare ruimte? En wat zouden we daar zelf aan kunnen doen en willen doen? Ruim 180 inwoners waren aanwezig bij de startbijeenkomst in september. En een groot deel daarvan presenteert binnenkort concrete ideeën en voorstellen aan de gemeenteraad. Burgerparticipatie blijft op de een of andere manier een uitdaging. En we realiseren ons terdege dat burgerparticipatie niet altijd optimaal wordt ingevuld. Soms gebeurt dit niet. Soms te laat. Maar bij een toenemend aantal projecten kunnen we echt spreken van een succesvolle inbreng van burgers. Als ik om me heen kijk, durf ik te stellen dat de Kuikse tuin een project is geweest dat precies past in ons streven inwoners zoveel mogelijk laten bepalen hoe hun directe leefomgeving eruit komt te zien. Het park, de Kuikse tuin, ligt in het gebied Wonen in het Groen, waarvan de bouwprojecten bij Watermerk en de Kuikse tuinen deel uitmaken. Als alles volgens plan verloopt, is de buurt over een jaar of twee helemaal klaar. De gemeente Kuik probeert elke keer de openbare ruimte in en rond de fase zo snel mogelijk in te richten. Tijdens de Nationale Boomfeestdag van dit jaar hebben we samen met IVN, Boomkwekerij Erwe en de leerlingen van groep 6 van basisschool De Waai de kick-off gegeven voor de realisatie van het park. Het thema van de Boomfeestdag was: maak het buiten beter. Je kunt allemaal zien dat dit zeker gelukt is. Tijdens de inrichting van de openbare ruimte van de Kuikse tuin is de bewoners gevraagd actief deel te nemen aan een werkgroep voor de inrichting van het park. En zo'n 20 enthousiastelingen hebben zich hiervoor aangemeld. Samen met Jeroen van Hagen en Gerjan Staats van de gemeente Kuik, Frauke Richter van Snijboom en Emil Wiering van Wiering Infra Design het Haps en ze nemen dan ook een vertegenwoordiging vanuit de wijkraad, vormden zij de werkgroep. En tijdens een aantal avonden in de wijkaccommodatie De Wild is al brainstormend en schetsend uiteindelijk een ontwerp voor het park tot stand gekomen. De werkgroep heeft hier zelf sfeerimpressies mee gezocht en duidelijk aangegeven wat ze wel en niet wenselijk vond. Dames en heren, het park biedt de ruimte om te ontmoeten, recreëren, spelen, ravotten, sporten en nog veel meer. Het zorgt ervoor dat mensen buiten komen. Er is veel sociale controle. Het park is vrijwel autovrij en ligt op korte afstand van de meeste woningen. En proficiat met deze mooie, prachtige park in de buurt. Dank u wel.